Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en dus de hoogste tijd voor een gloednieuwe Sloep & Tender videoblog. En vandaag gaan we het hebben over het afstellen van de boottrailers. Ik heb al een aantal blogs gemaakt over trailers, onder andere het bezoek aan Pega en het in- en eruit halen van trailers. En vandaag dus het afstellen ervan, want die vraag stond nog open. Zoals de meeste van jullie wel weten zijn er heel veel soorten boten en dus ook heel veel soorten trailers. Belangrijk is dat je de goede trailer koopt voor jouw boot en ook belangrijk is om rekening te houden met wat je ermee wil gaan doen. Het is bijvoorbeeld fijn om te weten dat als je naar Italië gaat met je boot, hè, je moet dus ver rijden, dat je een wat stabielere trailer hebt, misschien met wat overcapaciteit, zodat je er ook wat bagage in kwijt kan bijvoorbeeld. Dus kies daarop de goede trailer. Nou, vandaag ga ik een SH57 laten zien, wederom een Pega trailer, samen met een Corsica 570. Veel voorkomende sloep in ons assortiment. En de SH57 is een ongeremde enkelaftrailer. Voor het afstellen ervan maakt het niet uit. Dus hetgeen wat ik nu ga uitleggen en laten zien is eigenlijk van toepassing op alle trailers. Alleen bij een tandemasser of zelfs een trippelasser, hè, dus grotere, langere trailers, is het afstellen wat meer werk. Maar het principe blijft hetzelfde. Het afstellen van een trailer is erg belangrijk, dat je het op de goede manier doet. En waar je eigenlijk mee begint is met het bepalen van de kogeldruk. En die is weer afhankelijk van je auto, want het trekkende voertuig heeft vaak een kogeldruk van maximaal 50 tot 125 kilo zo'n beetje. Dus kijk voor hoeveel kogeldruk jij mag hebben in je kentekenpapieren. Daar staat het vaak wel op of in de beschrijving van de auto of soms ook op de trekhaak. En hou dat als maximaal aan en ga er ook niet te veel onder zitten, want anders is de kans op slingeren groter. Nou, de kogeldruk van de trailer die meten we uiteraard op de kogel van de, of op de dissel zeg maar, van de aanhanger. Dat is dus deze. Dus die gaan we hier zo meten. En de kogeldruk kunnen we op twee manieren veranderen. Dat is door middel van de boegsteun en de haan. Dus dat is dit apparaat bij elkaar. En de as. Want hoe verder ik de as naar voren ga zetten, hoe lager de kogeldruk. Nou, en dat werkt natuurlijk andersom ook zo. En hetzelfde geldt met de haan. Ik probeer altijd... Corona? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik probeer altijd de haan als eerste te bewegen. Zodat, dat is eigenlijk wat makkelijker dan het verzetten van de as. Ja, ik sta aan de werkplaats, dus dat is normaal dat er dan geluiden worden gemaakt. Ik probeer altijd als eerste de haan te verzetten, want daarmee kan ik het snelste de kogeldruk veranderen. Ja, wat we nu dus gedaan hebben is de boot boven de trailer gehangen. Dus ik ga hem nu op de trailer laten zakken en dan gaan we vanzelf zien wat de kogeldruk is. En dan door middel van de boot naar voren of naar achter bewegen weet ik wat er moet gebeuren. Nou, we gaan deze trailer afstellen op een kogelgewicht van, laten we zeggen, 60 kilo. Dus ik ga nu zakken met het neuswiel. En dan gaan we kijken tot hoever die komt. Nou, en hij zit nu op ongeveer 40, 35 en nu komt het neuswiel vrij. Dus het houdt in dat de kogeldruk nu te laag is. Dus nu moet de boot naar voren. Nou, ik denk dat de haan wel aardig op de goede plek staat, aangezien ik nog wat ruimte heb. Ik ga de lier wat ruimte geven en dan trek ik de boot wat naar voren. Zo. Dan gaan we even kijken wat we nu hebben aan kogeldruk. Even kijken. Gaan we zakken. Ja, hij zit nu op 75. Nou, op zich is dat ook prima, maar ik had gezegd 60. Dus ik ga de boot wat naar achter zetten, zodat de kogeldruk wat gunstiger wordt. Dus dat ga ik nou doen. Ja, om aan een trailer te stellen heb je wel wat gereedschap nodig. Wij hebben nu een slagmoersleutel. Oordoppen zijn ook fijn als je het met gereedschap doet, want het maakt ongelooflijk veel herrie. Nou, ik heb de boot wat naar achter geduwd, zodat ik ruimte heb om de haan te verzetten. En ik ga hem nu dus losschroeven. Oké,
Ik heb nu dus de haan wat naar achter gezet en ik ga nu kijken wat de kogeldruk is. Of we nou in de buurt van die 60 komen. Even van deze kant komen. Zo. Kijk maar. Nou, ik keur hem goed. Dus nu kan ik de haan gaan vastzetten en dan weet ik in ieder geval dat de kogeldruk goed is. De afstand hier is ook goed eten voor een achterklep of iets dergelijks. Dus ik ga de haan vastzetten en dan gaan we daarna de rollen afstellen. Nou, belangrijk is als je de boot verder gaat afstellen dat hij precies recht op de trailer gaat staan. Dit ziet er niet alleen netjes uit, maar het zorgt ook voor de rijveiligheid. En kijk, als je wat zakt met de camera, dan zie je hier dat de kiel, oftewel het midden van de boot, net uit het lood is van de kiel rollen. Dus wat ik ga doen is zorgen dat dat in ieder geval goed erboven hangt. En ik ga tegelijkertijd, als ik de boot toch wat omhoog til, ook de zijsteunen laten zakken. Want die zorgen alleen maar dat de boot recht overeind blijft. Hè? Dus die houden hem in balans. En de kielrollen, dat zijn echte gewichtdragers. Dus het belangrijkste is dat het gewicht van de boot zoveel mogelijk op de kiel staat. En die ondersteunen alleen maar. Ja, en ik heb net de boot laten zakken steunen laten zakken. En hij staat nu met de kiel in het midden van de kielrollen. Dus dat zit helemaal goed. Het handige is trouwens ook om een trailer af te stellen met z'n tweeën. Waarom? Dan kan je elkaar wat, wat begeleiden, de boot wat vasthouden, de boot wat duwen, links en rechts. Dus doe dat altijd even met z'n tweeën. En een heftruck is natuurlijk helemaal makkelijk. En als je nou een trailer op een helling moet afstellen, wat ook vaak gebeurt, dan zou ik dat toch even doen als het in ieder geval rustig is, dat je de tijd hebt zodat je de boot er een paar keer in en uit kan rijden. Want als het een drukke helling is, is dat echt een ramp. Dus let daar even goed op. Nou, hij staat in ieder geval in het midden. Dus nu weet ik dat het meeste gewicht van de boot gedragen wordt door de kielrollen. En ik zal je laten zien dat dat best veel is, want de trailer gaat best wel een stukje zakken. Zo. Nou, dus nu zit bijna al het gewicht op de kiel. En de boot staat ook mooi recht. Ik heb een beetje geluk, omdat hij ook recht gehouden wordt door de zijbanden, zal ik maar zeggen. Dus dat is erg fijn. Dus ik ga nu de rollen tegen de boot aan schroeven. Zorg altijd dat de kielrollen ook op dezelfde plek, zowel aan bak als aan stuurboord, onder de boot zitten. En niet dat het ene steuntje bijvoorbeeld zo staat en de andere helemaal daar. Want ook dan ga je boot scheef trekken op de helling. Dus het is belangrijk dat je symmetrisch werkt. Dus ik kijk goed naar de vorm van de boot, waar ik hem zet. En dan kan ik hem vastzetten. Te gaan. Ja, dan komen we nu aan bij een van de laatste dingen en ook wel een van de makkelijkste dingen. Dat is de verlichtingsbalk. Die zit bij bijna iedere trailer op een soortgelijke manier vast. Met twee stangen die het frame in glijden. En een dwarsstang met daarop de verlichting en de eventuele kentekenplaat. Nou, ik doe hem altijd tot het laatste puntje van de boot. Dus of dat nou een zwemtrap is of een vlaggenstok of wat dan ook. Dus ik pak hem in dit geval tot de zwemtrap, dat hij ongeveer gelijk is. Nou, zo'n klein stukje terug. Zo. Even kijken of hij goed haaks en recht zit. Dat zit hij. Dan is het kwestie van de zwarte knoppen aandraaien aan weerszijden. En ook aan deze kant. Zo. En dan zit hij goed vast. Dus we hebben nu de kielrollen gehad. Daar steunt de boot op. De kimrollen aan de zijkanten, die houden de boot recht. De verlichtingsballen klopt. De boot staat goed recht in het midden. De kogeldruk is goed, hebben we nagemeten. De boegsteun zit goed. Soms moet deze ook versteld worden. Als het met de haak niet helemaal lekker uitkomt, dan kan die wat omhoog of omlaag gezet worden. Ook dat is bij de meeste trailers allemaal hetzelfde principe. Dus ja, deze trailer is klaar voor op de weg te gaan met de Corsair 570. Dit was de Sloep Tender videoblog van deze week. Volgende week zijn we terug met een gloednieuwe Sloep Tender videoblog blog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Volgende week gaan we het weer hebben over boten en misschien over de stalling, want dat gaat nu ook weer beginnen. Met de trailers ben ik voorlopig even klaar.
Zijn er nog vragen of heb je nog suggesties? Laat het ons gerust weten. En vond je deze video leuk? Like of deel hem dan even. En dat helpt ons kanaal weer verder op te bloeien. Dus bedankt voor jullie kijken en een heel fijn weekend. En wellicht tot snel in de windstalling.